This life is not an easy one. Oké, welkom bij een nieuwe aflevering. Ditmaal zijn we in Amsterdam bij de Spider-Man première deel 4. Deze keer in 3D. Het belooft een hele spannende film te worden in ieder geval. En we zijn vandaag op de Rode Loper. En dat betekent dus dat we weer een aantal bekende Nederlanders naar voren gaan trekken. En eens kijken wat ze voor nieuwtjes allemaal te vertellen hebben. Dus ik zou zeggen, kijk mee naar deze aflevering van Spider-Man, première van Spider-Man, deel 4 in 3D. Hey Tony, helemaal dressed up eigenlijk Spider-Man? Ja, ze zeggen het, hè? Helemaal fan ervan? Ook helemaal fan. Oké, en nou, zou je zelf ook een superheld willen zijn in het echt leven? Nou ja, ik ben er al een beetje, hè? Ja. Ik ben Tony Stark, hè? De superheld die er is. Iets dikker dan de Hulk en iets minder alleen dan Spider-Man. Dus, alleen op zoek naar de liefde van het leven, of niet? Ja, daar ben ik niet zo'n held in. Nee. Want het speciaal tv-programma nog steeds voor, loopt nog steeds? Nee, dat is alweer afgelopen en de dame in kwestie is ook helaas alweer naar huis toe. Ook alweer voorbij. Ja. Dus er komt seizoen 2 misschien aan, of niet? Ja, dan is Tony wordt superheld, denk ik, dat we daar maar een programma gaan van maken. Superheld, oké. Okay. Ander project, ja, ik hoop natuurlijk zoveel mogelijk op televisie te doen. Dus, ja, maar je hebt nog niks op het oog wat gaat komen, dat je denkt van nou, er zit een handeling in. Ik ben wel aan het kijken, ik wil het wel op de sportieve vlak houden en gewoon wat meer mijn ding. Kijk, In Love een Sterretje vond ik leuk en heb ik ook met heel veel plezier gemaakt. Alleen ik weet niet of dat helemaal mijn straatje was om ook echt continu mijn serieuze kant te laten zien. Dus ik denk wel eerder van, ook een beetje wat meer lol erin. Is er iets wat je op tv nog zou willen doen? Dus in een talkshow of een real life iets nog een keertje? Nou ja, een talkshow lijkt me natuurlijk altijd wel leuk. Maar ik weet niet of ik daar genoeg power voor heb, zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk wel een stukje ervaring. En wat ik voor de rest wel leuk vind is Expeditie Robinson, Fort Boyard. Een beetje actie. En wat je ook gewoon lekker jezelf kan zijn en anderen kan afzeiken. Dat vooral. Ik was een beetje teleurgesteld door de laatste. Dus ik hoop dat die beter is. Die zit ook hele andere acteurs in. Nieuwe opzet. 3D dan wel weer. Maar... Overnieuw beginnen, hè? Ja, helemaal de starting. Ja. Hey, als je zelf superheld zou willen zijn, wat zou je dan willen doen? Onzichtbaar, absoluut. Ja, helemaal onzichtbaar. Bij de kledingkamer, binnen. Precies. Ja, heb je nog projecten wat je in de toekomst gaat doen? Ik ga nu de parade doen. Dus, de parade? Vertel. Theatervoorstellingen. Reizende theatervoorstellingen door heel het land. En waar gaat het theater van zo over? Bij ons gaat het over lekker een belhuis. Lekker brullen? Of? Nee, gewoon acteren. Okay. En Spider-Man spinnen. Spinnen hangen de hele tijd een beetje rond. Ik ga niet zoveel spinnen. Nee, ben je bang voor spinnen? Ja, maar ik vind wel leuk hoe hij Spider-Man is geworden. Dat vind ik dan wel cool. Maar je hebt echt niks met spinnen. Als je ziet hem, dan gil je als wel. Ik zag gisteren weer een documentaire op tv over iemand die 1000 of 2000 spinnen in zijn huis had. Nou, daar word ik niet blij van hoor. Maar van welke dieren word je wel blij? Nou, gewoon leuke honden. Maar puppies? Of puppies, grote... kittens, ook altijd leuk. Okay. En spinnen hangen wel rond, om te zeggen. Die doen niks anders dan een hele dag een beetje rondhangen. Waar zou jij dan een hele dag kunnen rondhangen? Dat is een goeie. Daar moet je even over nadenken. Ik denk de skyline van New York. Ja, dat zou echt een hele dag kunnen... Ja, ik denk dat je daar voorlopig... Ik bedoel, ik ben nog nooit in New York geweest, maar ik denk dat ik daar niet... Dat het niet saai gaat worden of zo. Ik denk wel dat je inderdaad daar veel ziet voorbij komen en gebeuren. Ja, volgens mij wel, hè? Ja, ik denk dat je misschien wel een stukje van New York iets kan geven uiteindelijk. Ja, dus als je me vraagt waar wil ik hangen, dan wil ik daar. You're a wanted man, Peter Parker. You don't believe what the police are saying, do you? My dad has 500 officers looking for you. Hey, ben je een beetje filmfanaat? Ik hou wel van film kijken, absoluut. Ja. En de Spider-Man, wat trekt je aan de Spider-Man? Nou, omdat het een hele nieuwe film is, 3D. En het is heel wat verrassends bij, hoor ik. Dus, Heb je al 3D een keer ervaren of nog niet? Maar met andere films dan. Ja, dat begrijp ik. Maar je hebt het al een keer meegemaakt. Ja, absoluut. Dat lijkt me ook wel idee? Leuk. Wat vind je van het idee? Het geeft zo'n gevoel dat je er eigenlijk wat meer in zit en dichterbij bent. Ja. Goed, en nieuwe projecten? Zijn er nieuwe dingen waar je mee bezig bent? Nieuwe nummers? Ik ben nieuwe nummers aan het verzamelen. En verder ben ik toch bezig om Corrie Konings met hart en ziel uit te brengen. Want dat was ik net even vergeten te zeggen. Want zoveel stress heb ik natuurlijk opgenomen. Wat ik wel wil uitbrengen, want dat was van het programma Ali B Volle Toeren. Ja. En ik had een lied geschreven dan voor Campy. Maar dat wil ik wel uit gaan brengen. Dat zou wel mooi zijn. Ik vind zomaar op de plank laten liggen, dat vind ik zo zonde. Hoe heb je het ervaren met een rapper? Want dat is toch een heel ander soort muziek dan wat je zelf maakt. Heel bijzonder eigenlijk wel en heel apart. Want die combinatie zou je niet gaan bedenken. Keek je er tegenop? Had je een bepaald beeld bij rappers? Of? De eerste keer heb ik gezegd, dat is niks voor mij, weet je wel. Ja. En toen zei hij, je moet wel meedoen, dat is hartstikke leuk. En
Ja, het was ook hartstikke leuk. Ik had het absoluut niet willen missen. Ja, er zijn al vele voor je geweest. Ja, ik zou in de eerste serie al hebben gezeten. Maar ik dacht, nou, ik zeg, kijk het even af. En toen heb je het gezien en toen had je zoiets van, nou, ik vind het eigenlijk interessant. Ja, toen dacht ik, nou, dat is wel erg leuk, ja. Die combinatie, heel leuk, ja. Okay, absoluut. Ja, ik ben ook met jouw nummers ook helemaal opgegroeid door mijn moeder. Want dat is goed, dan ben je goed op. Ja, ik ben goed opgegroeid. Ja, heb je andere delen ook dat al gezien? Dat is niet hoor, hij is nep. Nee, dat klopt. Hij ziet er een beetje fake hij uit ook, hè? Hij kijkt ook zo, hij komt er al aan zo van. Dan moet je nu ook gewoon tegen dat ding opklimmen. Nou, laat hem niet zeggen dat hij iets omhoog moet spuiten, want dan weet hij niet wat te krijgen. Groetjes. Pul. Pul, ik mag jou denk feliciteren, want je hebt twee keer volgens mij je plaatcontract getekend, toch? Klopt dat? Klopt. Ja, dat heb je goed gezien. Ja, goed voorbereid ook, hè? Nee, ja, wat zijn de plannen een beetje daarin? Nou, de plannen zijn, er komt een album aan van mij. En bij CNR natuurlijk, mijn platenmaatschappij. En daar ben ik eigenlijk al een tijdje druk mee bezig. En het is eigenlijk al bijna af. En dat komt na de zomer uit. En het wordt eigenlijk een combinatie van klassiek en pop. Twee verschillende stijlen, maar waar ik me echt thuis in voel. Echt wat je wilt, zeg maar ook. Precies wat ik wil. Dus je hebt ook de vrijheid gekregen van het platenlabel om dat te mogen doen. Dus precies. Ja. Dat is ook heel fijn dat me niks wordt opgelegd, maar dat ik gewoon mijn eigen ding kan doen. Dus okay. En daar ben je dan volop mee bezig en straks ook promotie ervan, denk ik? Precies, na de zomer promoten en mezelf laten zien en overal optreden waar het kan. Dus, Okay. En vanavond lekker ontspannen bij de film. Hou je van films? Ik ben een filmfan, ja. Ik ga vaak naar de bioscoop. En Spider-Man, comics-achtige films, vind je dat ook? Ja, dat is juist mijn ding. Dat vind ik echt heel erg leuk. Want ik keek vroeger ook echt altijd die tekenfilms ervan. Toen kwamen die, werd het allemaal verfilmd en ik helemaal enthousiast. Dus ik ben vandaag ook heel enthousiast. Ik ben heel benieuwd. En wat je gaat verwachten, denk je? Ja, ik denk wel dat het gaaf gaat worden. Ik heb dan een beetje net voordat ik wegging de castenlijst bekeken. Emma Stone, daar ben ik helemaal weg van. Ik ben daar superleuk. En nou, ik ben gewoon benieuwd. Okay, ik laat me verrassen. Veel plezier, zou ik zeggen. Dankjewel. Arne, regisseur van een andere film, de laatste film Blackout. Yes. En we hebben, ik heb hem gezien, vond hem gaaf. Een tijdje terug op tv geweest zelfs. Ja. En je gaat nu naar Spider-Man, 3D. Hey, 3D. Arnold, heeft de eerste 3D al gemaakt. Is iets voor jou om een 3D film te maken? Lijkt je dat wat? Ik ben niet gelijk aangetrokken om 3D te maken. Ik vind het nogal, tenminste na de verhalen die ik heb gehoord van de set van Reinoud. Dus het is nogal, het heeft nogal wat voeten in de aarde. En ik hou er toch van om acteurs een beetje vers te houden en om een hoog tempo te werken. En dus in die zin heb ik het gevoel dat 3D dat een belemmering zal zijn. En ik, waar ik nog steeds, ik heb nog zelf geen 3D-film gezien waarvan ik de hele tijd zo, ja, dit is Avatar. Avatar is het meest dichtbij gekomen wat dat betreft, maar ik heb niet het gevoel van, ja. Ik weet nog, ik ben vroeger in Universal Studios geweest en had je Honey, I Shrunk the Audience. Ja. En je had de Terminator 3D Experience. Of nee, 4D Experience trouwens. Dan kwamen ook acteurs gewoon door het scherm heen. En dat vond ik echt heel erg gaaf. Maar dat hielden zij ook niet langer dan 20 minuten vol. Zo'n ervaring. Klopt. Want dan krijg je alles om je heen en je zit echt gewoon zo in die zaal. Je hebt natuurlijk ook 4D met effecten met water of zo. Nee, precies. Stoelen bewegen en dat soort dingetjes. Nee, maar je wil gewoon zo in die bioscoop. Eigenlijk gewoon hoe je in eerste instantie 3D. Oké, ik wil gewoon, weet ik veel, als er shit om me heen vliegt, dan wil ik dat gewoon vast kunnen pakken. Of dan grijpen, weet je wel. Ik snap je helemaal. En je wil niet de hele tijd met een bril op zitten en je hebt gewoon drie van dat soort elementjes. Er komen tv's aan waar je zonder bril naartoe kan kijken. Die zijn zelfs op de markt, alleen niet te betalen. Maar, ja. Maar het is nee, maar ja, tv's. Maar ook bioscoop? Dus weet ik niet. TV's weet ik wel dat ze zonder bril er zijn, maar een bioscoop durf ik eigenlijk niet te zeggen. Okay. Maar zou het dan, als het zou gebeuren, zonder bril 3D kijken, zou je dan dat beter vinden, denk ik? Ik weet niet of ik het beter vind. Ik vind dat het moet het verhaal dienen. En andersom. Zou een 3D-film ook anders regisseren zijn, denk je? Ik denk, ja. Zou je op filmisch gebied toch op andere dingen moeten letten misschien? Nee, op emotioneel gebied niet. Op filmtechnisch gebied natuurlijk wel. En je hebt gewoon een andere dimensie die, weet je wel, nu zo oud gaaf zijn als zeg maar die
weet ik veel, die meteorietbrokstukken zeg maar even zo in de lucht blijven hangen. Of die kogels van die suicide bomber. Dan is het toch een beetje anders reageren, want dan hou je daar toch iets meer rekening mee waarschijnlijk. Tuurlijk. You know, if you're gonna steal cars, don't dress like a car thief. You found my weakness. It's small knives. Who are you? Tell us a little bit about yourself, Mr. Parker. What does your father do, Peter? Well, I never really knew my father. My parents left when I was very young. Peter, someday you'll understand. Goed, we hebben net de film Spider-Man gezien. We hebben eigenlijk een beetje een remake van deel 1, zal ik maar zeggen. Het is wel 3D, heel spectaculair. En ik zou zeggen, we gaan nog zo meteen even afterpartyen en daarna lekker naar huis toe. Dus ik zou zeggen, ga zeker een keertje kijken. Spider-Man 4 is het inmiddels in 3D. En ik zou zeggen, tot de volgende aflevering.